Vorig jaar begon Paul Jonkheere aan een nieuwe stap in zijn carrière, voorzitter worden van Club Brugge. Wellicht had hij toen nooit kunnen denken dat zijn opdracht zo zwaar en zo moeilijk zou worden. Terwijl zijn club woelige tijden doormaakt, vond Jonkheere toch de tijd voor een intiem gesprek over zijn rol als voorzitter, maar ook over zijn liefde voor de prachtige stad die Brugge is. Ik ben heel fier een Bruggeling te zijn. Ik ben geboren en getogen in deze prachtige stad. Een stad met een ongelooflijk historisch verleden, al daterend vanuit de middeleeuwen. Ik vind het ook fantastisch om hier inwoner van te zijn. Veel mensen maken heel veel grote buitenlandse reizen. Ik ben niet zo iemand. Ik ben altijd, de laatste jaren zijn we niet op reis geweest, maar dan genieten we dubbel zoveel van al het mooie die hier aanwezig is. Want ik denk dat heel veel mensen hun eigen stad onvoldoende kennen. Ik sta vast dat we telkens weer nieuwe zaken ontdekken en nieuwe mooie plekjes en nieuwe prachtige zaken kunnen zien hier in deze mooie stad. En heel veel van onze inwoners en ook heel veel Belgen kennen dit verhaal niet, denk ik. Zo, het voorzitterschap is er niet zomaar gekomen. Er gaat natuurlijk een hele periode aan vooraf. Ik ben in 88 toegetreden tot de raad van bestuur, dus ik heb al wat meegemaakt. Ik heb een opbouw gehad via alle mogelijke geledingen van Club Brugge. Werkzaam geweest in de kaartenverkoop, wedstrijdorganisatie, bij de jeugd betrokken geweest. En zo bouw je dat op en dan weet je ook dat wellicht de tijd komt voor het voorzitterschap. En heb ik het geluk gehad van heel veel te kunnen opsteken van een figuur als Michel Dogen. In goede tijden staat iedereen rond je, maar in moeilijke tijden kom je wel iets meer geïsoleerd te staan. Maar goed, ik denk dat het tot nu toe een periode is waar ik met heel veel enthousiasme gewekt heb, het beste van mezelf gegeven heb voor Club Brugge en ik kijk daar wel tevreden op terug. Ik ben wel een man meer van de schaduw en ik denk dat het ook goed is dat de opeenvolgende voorzitters niet hetzelfde profiel hebben, niet hetzelfde type zijn, een andere invalshoek hebben. En ik denk dat dat juist goed is voor een club, dat je mensen hebt die hun accenten op andere domeinen wat leggen dan hun voorganger. Club Brugge voor mij is dat alles. Ik kan me gewoon mijn leven niet inbeelden zonder Club Brugge. Van kinds af ben ik er door gepassioneerd en ik ben er steeds meer en meer in betrokken geraakt. En voor mij is het fantastisch en is het een hele eer te mogen voorzitter zijn van Club Brugge. En ik voel me gesteund door ongelooflijk veel mensen. Door een ongelooflijke massa mensen die je elke dag weer de kracht geven en de zuurstof geven om de taak die toch niet te onderschatten is, om die telkens weer zo goed mogelijk waar te nemen. Well, I had a dream. Ja, als mens is het niet eenvoudig. De druk die op je afkomt mag je niet onderschatten. Maar het is wel zo dat ik probeer daar heel rustig bij te blijven. De zaken heel goed te analyseren en dan te proberen oplossingen te zoeken. Maar ik ben niet een man om alles in paniekerige beslissingen te gaan gieten. Ik denk dat het vooral belangrijk is rustig blijven. Dat is een van mijn hoofdmotto's. Het jaar is bijna ook om. Wat mogen u toewensen voor 2011? Mij persoonlijk hoef je niks toe te wensen, maar ik hoop wel dat alle mensen die Club Brugge in hun hart dragen, dat die mensen in 2011 echt fier mogen zijn over onze schitterende club. En dat komt nog goed met Club Brugge? Dat twijfel ik niet aan. Ja.